Ja, goeiedag allemaal. We hebben vandaag heel lang gesproken ook weer over het vraagstuk van de stikstof. Er ligt natuurlijk het eerste advies van het adviescollege, wat hierover advies heeft uitgebracht, onder leiding van Remkes. De uitspraak van de Raad van State heeft natuurlijk een enorme impact. Dus de urgentie die ligt, denk ik, zonneklaar op tafel. We zijn een klein land met veel mensen, met veel belangen, met grote ambities. En dat betekent dat we echt hier moeten zoeken ook weer naar een nieuwe balans. En eerlijk gezegd, er liggen geen snelle of makkelijke oplossingen. Die zijn er simpelweg niet. Dit is echt een oplossing die stap voor stap moet. Er is geen toverstokje om dit probleem op te lossen. Maar de urgentie wordt zeer gevoeld in de samenleving, denk ik, bij betrokken bedrijven, bij de mensen die direct ermee te maken hebben. En zeker ook bij het kabinet, ook uiteraard bij de bouwondernemers, bij wegenbouwers, bij iedereen die ermee te maken heeft. Maar uiteraard ook bij iedereen die de natuur ter harte gaat, waar het betreft de kwaliteit van de natuur. Dus er is echt een balans te zoeken hier. En ik denk dat we vandaag een goede stap, een belangrijke stap in hebben gezet. We schetsen de lijnen vandaag, langs de welke wij de toestemmingsverlening weer op gang willen helpen. Dat zal in etappes gebeuren. Daarbij werken we met een gebiedsgerichte aanpak, omdat je dan ook het beste kunt aansluiten bij de situatie die daar ter plekke in zo'n provincie zich voordoet. En dat verschilt ook weer per provincie. En daarbij is ook het doel dat het geheel van de stikstofuitstoot natuurlijk afneemt. Carola Schouten heeft hier vanuit het kabinet de coördinatie gedaan. En de afgelopen week volgens mij geen minuut geslapen, maar ze ziet er nog steeds, althans vanmorgen zag ze nog steeds goed uit. U ziet haar dadelijk hier en dan zal zij een verdere toelichting geven op alle maatregelen, alle vragen beantwoorden. Dus ik ga daar nu ook niet te veel over zeggen. Ik verwijs echt naar die persconferentie. Zij is hier vanaf 4:10 in het gebouw aanwezig. Van mijn kant verder kan ik u melden dat ik volgende week op pad ben naar Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië vanaf zondag. Dat betreft natuurlijk de bilaterale relaties met die landen. Het betreft ook grote onderwerpen als economie, MH17, klimaat. De strijd tegen het terrorisme. Dan ben ik de week daarop, als ik u zou had moeten zien, ook weer op pad. Dat is namelijk op 17 en 18 oktober is de Europese Raad in Brussel. Daar zal natuurlijk gesproken worden over Brexit, over het meerjarig financieel kader, het Multiannual Financial Framework, dus de zevenjaarsbegroting vanaf 2021. Het klimaat, maar ook de strategische agenda voor de nieuwe Europese Commissie. En dat betekent dat u hier zult treffen aanstaande vrijdag Hugo de Jonge en de week daarop Kajsa Ollongren. En daarna kunnen wij elkaar weer in de armen vallen.